We maken samen Winsum tot het mooiste dorp van Nederland. In Mooi Winsum gaan we op zoek naar de gezichten achter dit mooie dorp. Gaan jullie mee? Ik ben Martine Wolters, getrouwd met Klaas. We hebben hier een melkveebedrijf, hier aan deze kant van Winsum, aan de Netlaan. Gedeelte van de melk verwerk ik zelf tot het zuivel. Ja. Een gedeelte staat hier ook. We hebben hier chocolademelk, hangop, karnemelk, kefir, vla maak ik ook. Verkopen we aan huis. Het is zelfbediening. Er staat een koelkast buiten. Iedereen kan op elk moment van de dag zelf langskomen om wat te kopen. En ook even bij de kalfjes te kijken. Dat is ook geen enkel probleem. Dat vinden mensen ook vaak heel erg leuk om daar eventjes een kijkje te nemen. Superleuk. Wij wonen hier natuurlijk buiten Winsum. Maar ik vind Winsum is een heel mooi dorp. Het heeft een heel mooi bruisend centrum. Er is van alles te beleven. En ik vind het vooral heel fijn om buiten het dorp te wonen. En wij hebben hier ons bedrijf en dat is gewoon heel fijn. Zodat je ook gewoon de rust en de ruimte hebt. Maar het is toch ook weer heel dicht bij het dorp. Dus dat vind ik heel fijn. Ja. Wij hebben hier een melkveebedrijf. Aan de Netlaan in Winsum. Mijn schoonouders die wonen hier eerst. Dus het is een familiebedrijf. En 10 jaar geleden zijn wij hier naartoe verhuisd. Toen werkte ik eerst nog buiten huis, maar toen hebben we op de duur hebben we hier een gedeelte aan de stal gebouwd en de oude schuren hebben we toen gesloopt. Dus toen heb ik eerst een poosje bouwvakker geweest en hier gewoon meegeholpen met alles wat hier te doen was. En toen was het de vraag van wat ga ik nou weer doen? Ik wou eigenlijk weer buiten huis aan het werk, maar wat dan? Toen ben ik uiteindelijk, ik maakte zelf altijd al jaren, maakte ik gewoon yoghurt voor onszelf. En er waren steeds meer mensen die zeiden van, dat moet je gaan verkopen. Ik dacht, moet ik dat gaan verkopen? Het is wel heel erg leuk om te doen. Toen om nu daarin gaan verdiepen, bij andere zelfzuivelaars gaan kijken. En toen ook een cursus gedaan daarvoor. En toen heb ik toch de knoop doorgehakt en gewoon geprobeerd. Ik denk, we gaan het gewoon proberen. We gaan proberen om hier yoghurt te verkopen. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen met yoghurt. En dat begon eigenlijk best wel goed te lopen. Dus toen allerlei andere producten erbij. Het assortiment wordt steeds groter. Vla, hangop, kefir, karnemelk. Dus ook echte boter en karnemelk. Dus echt het karnen erbij. Zo langzamerhand breidt het zich uit. En dat is gewoon superleuk. Gewoon echt met je eigen product aan de gang. Het is gewoon ook heel erg lekker. Mensen die komen terug en ze vinden het gewoon super lekker. De smaak is heel anders dan bij de winkel. Elk bedrijf heeft gewoon zijn eigen smaak. Wat je de koeien voert, dat komt gewoon weer terug in de smaak van de producten. En wij hebben een compleet grasgevoerde rantsoen. Wij wonen hier tussen de weilanden. En eigenlijk de koeien die eten voornamelijk alleen maar gras. En dat is gewoon iets wat je echt heel duidelijk terugproeft in de producten. En dat is gewoon heel erg leuk. En dat is ook wat er gewaardeerd wordt. Dat merk je gewoon heel duidelijk. Dat is gewoon echt wat mensen gewoon fantastisch vinden. We hebben hier een zelfbedieningswinkel. Zodat de mensen eigenlijk op elk moment van de dag hier terecht kunnen. En dat ik zelf niet die tijd kwijt ben om in de winkel te staan. Want anders dan zou ik toch beperkt open moeten zijn. Want de rest van het werk gaat ook gewoon door. Ik verzorg hier ook nog de kalfjes op de boerderij. En de rest van het werk gaat ook door. Dan heb je gewoon zo flexibel mogelijk ben je op deze manier. Ja. Dus dat is gewoon superleuk. Ja. Wij lopen hier natuurlijk heel veel. Ik sta heel veel mensen zwaaien even. Als ik 's ochtends ben, ik daar vaak bezig. Mensen zwaaien vaak even. Of als ze wel even iets kwijt willen, dan kan dat. S'middags, ik ben hier ook. Je bent hier gewoon heel vaak. Als mensen een praatje willen maken, dan weten ze je wel te vinden. Dat is ook prima. Dus dat is goed. Ik vind het gewoon heel gaaf wat er nu staat. Ik zie al wat er verder weer van komt. Ik heb niet zoiets van, daar is mijn punt op de horizon en dat wil ik echt. Nee. Dat heb ik eigenlijk ook. Nee, je moet gewoon ergens beginnen en je moet doen wat je leuk vindt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat is gewoon wat we nu doen. Ik vind het gewoon superleuk, gewoon alles bij elkaar. Mensen zijn gewoon enthousiast. Iedereen is blij die hier komt. Dat is toch fantastisch? Dat is gewoon zo. Super bedankt. Leuk dat we je mochten interviewen. Graag gedaan.